Ja, vrienden, wat is dat toch? Met die politiek, hè? Oh, wat zijn die toch ook goed. Onbetrouwbaar, hè? Ja, en het is ook niet voor niks dat je nu overal die hashtags ziet. Weet je wel, stem ze weg. Ja, ja. En dat wordt alsmaar groter en groter. En dat komt gewoon omdat ze elke keer weer de boel besodemieteren. Dat is het gewoon. Dat is het. En ik heb ook altijd, eigenlijk zelf altijd wel vertrouwen gehad in de politiek. Ik heb altijd wel gedacht van, ah, die mensen die hebben echt wel het beste met ons voor. Nee. Daar ben ik helemaal vanaf. Ja, en dat zal wel dan uitgelegd worden als we iets te rechts gelul. Nou fijn, dan is dat maar zo. Want jongen, kijk nou weer. Met het hele gedoe met het gas. Nou, dan vertellen zij ons, hè, die Jette, jongetje Jette, die vertelt ons dan van, nee, maar we gaan er wel achter komen in Nederland, dat als je het een paar graden lager zet, dan is het ook wel prettig leven. Ja. Dat vertelt hij ons. En wij moeten allemaal, in principe allemaal naar 19 graden en liefst nog lager. Want ja, het is wel hard nodig, want we moeten heel zuinig aandoen met het gas. Ja, maar wat doen we zelf? Ja, jongetje Jette. Dat kunnen we nu lezen. Zijn ministerie van Klimaat en Energie, daar is het gewoon lekker 21 graden en misschien nog wel meer. En lekker warm. En allemaal betaald door ons, hè? Belastinggeld allemaal. Ja, lekker warm. Jongetje Jette. Dus als je het lekker warm wil hebben, vrienden, dan moet je daar naartoe gaan. Ja, ga lekker naar het ministerie. Daar, van Klimaat en Energie, ga lekker bij jongetje Jette even zitten. Ja, en algemene zaken? Oh nee, is ook lekker warm. Heerlijk. Ja hoor, ook niks aan de hand. Tweede Kamer? Oh ja, al die gasten die daar zitten, die er ook voor gezorgd hebben dat heel veel mensen in de kou zitten. Ja, die zitten er ook allemaal lekker warmpjes bij. Nou, het is werkelijk om te gillen van het lachen. Het is te pijnlijk voor woorden allemaal. Het is niet dat ik het ze niet gun of zo, dat zij er warmpjes bij zitten. Maar als je dat voor jezelf doet, zorg dan ook dat jouw medelanders, zeg maar de Nederlanders, dat die er ook lekker warmpjes bij zitten. Ja, en dan is het oké. Maar nu heel erg fout allemaal. En als je dit soort dingen allemaal achter elkaar doet, al dit soort blunders maakt, hè, en je gaat dan laten vertellen van, ja, we kunnen die gebouwen, die kunnen we, ja, dat is moeilijk, al die systemen om dat bij te stellen en daarom zijn ze warm. Nee, je neemt de boel gewoon in de maling. Dat is het. En als je dat nou doet, waarom denk je dan niet bij jezelf, als we zo slecht besturen en we zijn zo slecht voor onze burgers, waarom stap je dan niet gewoon op?